Ik ben zelf werkzaam in het strafrecht. En per definitie merk je dan dat iemand zich ontwikkelt. Iemand zich bepaalde voordelen wil toe-eigenen ten koste van de vrijheid van iemand anders. Als ik iemand oplicht, dan breng ik hem schade toe ten behoeve van mijn eigen voordeel. En die schade is een beperking van de vrijheid van een ander. En als ik iemand verwond, is het exact hetzelfde. Dus eigenlijk is het hele strafrecht is erop gericht om mensen zoveel mogelijk hun eigen vrijheid te laten behouden. In het begrip rechtsstaat zit al recht. Rechtsstaat, dat zijn dus waarborgen. Het verbod op discriminatie bijvoorbeeld. Dat iedereen een behuizing moet krijgen. Dat er een goede rechtspraak is. Het zijn allemaal waarborgen dat de individuele burger zijn vrijheid zoveel mogelijk behoudt. Ja. Dus per definitie is een democratische rechtsstaat een waarborg voor de vrijheid.